COPD is een chronische longaandoening waar vooralsnog geen genezing van mogelijk is. Het beschadigt je longen, waardoor je minder zuurstofopname hebt met alle gevolgen van dien. Je functioneert op verminderde capaciteit. COPD is chronisch. Dat wil zeggen dat het niet te genezen is en niet meer overgaat. Je kan alleen de symptomen verlichten. Ik ken niemand met COPD, niet dat ik me er bewust van ben. Misschien dat er wel mensen in mijn omgeving zijn die COPD hebben, maar daar ben ik me dan niet bewust van. Je kan zeker aan COPD overlijden. Een COPD-patiënt heeft voorlichting nodig. Dat is één. Met een puffer kun je zorgen dat de longen ontspannen en dat de ontstekingen geremd worden. Informatie over hoe je kan werken aan je weerstand en vooral hulp om te stoppen met roken, want dat is een grote boosdoener. Ik denk dat mensen zich vaak niet bewust zijn van COPD en dat het vaak verward wordt met astma. Het zijn totaal verschillende dingen. Ik hoop dat er een collectieve bewustwording komt over de aandoening en vooral over de oorzaken. Veel mensen, inclusief ikzelf, behoren onbewust tot de risicogroep. Je kan door je levensstijl aan te passen preventief handelen. Daarnaast is het goed om de aandoening te kunnen herkennen. En door aanpassingen in je gedrag en je levensstijl de gevolgen van de aandoening te verlichten.